Josh, de sensatie in de Bundesliga. Vertel even wat er afgelopen weekend is gebeurd. Ja, afgelopen weekend hebben we met 4-0 gewonnen. En ja, ik was gelukkig belangrijk voor het team met mijn doelpunt en assist. Dus ja, het was wel een fijne weekend. Ja, je hebt er nu al bijna meer gemaakt dan in heel je carrière bij PSV volgens mij, hè? Ja, toch? Ja, ik denk dat ik nu volgens mij precies hetzelfde. Ja. Hij had er volgens mij 4 in 150 duels bij PSV en je zit nu op 3. Op 3, ja. Bij Hoffenheim. Hoe kan dat nou, dat het ineens zo binnen zo weinig wedstrijden dat je zoveel scoort? Ja, je speelt een andere rol ook bij de club. Ja, natuurlijk, bij PSV speelden we met 4 achterop. Hier spelen we met 5 achterop. En ja, ik bestrijd eigenlijk de hele flank, kan je zeggen. Dus verdedigend ben ik belangrijk en aanvallend moet ik belangrijk zijn. Dus ik kom even vaak als ik verdedig in de 16 bij onze eigen 16. Zo kom ik ook bijna even vaak in de aanvallende 16 bij de tegenpartij. Dus, ja. Had je het liefst bij PSV ook wat meer gewild, denk ik, stiekem? Ja, tuurlijk. Je wil altijd belangrijk zijn voor het team. Je wilt altijd iets extra's toevoegen. Maar ja, als het in assisten was of in de goals, ja, natuurlijk wil je bij PSV ook zoveel mogelijk eruit halen. Maar ja, ik heb nu een nieuwe stap gezet en ik ben blij dat ik het hier wel eruit haal. Ja, vind je het zwaar, de Bundesliga? Ja, zwaar. Nu ben ik er al een soort van aan gewend. We zijn nu al bijna drie maanden verder, kan je zeggen. En ja, het begin was wel echt wennen. Ik had het wel eventjes moeilijk qua, ja, alles is gewoon nieuw, alles. Het wonen, het cultuur, het spel. De taal? De taal en de Bundesliga zelf. Dus ik had het wel eventjes zwaar, maar nu ben ik er een soort van aan gewend. Maar kom je echt wel eens hijgend het trainingsveld af? Nou, dat ook weer niet echt, omdat we nu veel wedstrijden ook. We hebben wedstrijden door de week, we hebben wedstrijden in het weekend. Dus we trainen niet echt zo hard. Maar bij de voorbereiding was ik wel vaak hijgend. Kom ik terug binnen, ja. Wat dacht je, waar ben ik in terecht gekomen? Ja, waar ben ik nu in beland, ja, maar ja, je moet wel eens een keer een stapje omhoog gaan. En dan hoort deze dingen er ook bij, dus ja. Ja, en alleen in het begin had je een beetje de reistijd verkeerd ingeschat, hè, volgens mij. Want je was een keer geschorst natuurlijk. Ja, klopt. Ja, alles gaat een beetje anders hier dan bij PSV dan bijvoorbeeld. We hebben hier een bepaalde app. Ja, niet echt een WhatsApp, maar gewoon echt een aparte app. En daar wordt alles erin gegooid. En ja, ik was er nog niet echt helemaal onderuit van hoe het in zijn werking zit en qua ook de taal en alles. En toen had ik een andere teamgenoot die ook nieuw was, die ook de taal, alles nieuw voor hem is. Had een klein foutje opgelopen. Ja, en zo zie je maar, het is veel strenger hier. En als zoiets gebeurt, dan wordt direct zulke maatregelen ondernomen. Ja, het is keihard natuurlijk. Duitse mentaliteit, jongen. Ja, en je moet ook Duits spreken, toch? Dat is verplicht. Ja, het is verplicht, klopt. Dus ik ben er ook hard mee aan het werk en ik heb zelf al een eigen leraar, dus... Zo? Ja, het moet wel goed komen. Ik denk dat ik dit seizoen nog wel redelijk Duits kan praten. Ja, maar je woont volgens mij in de buurt van Hoffenheim of woon je echt in Hoffenheim zelf? Nee, ik woon juist een aardig stukje er vanaf. Ik woon in Heidelberg, dat is ongeveer half uurtje van de club af. Hoe volg je PSV op dit moment? Wat vind je ervan? Ik volg het helemaal van begin tot... Ik ga het ook tot het einde volgen. Ik ben echt trots op de jongens en de staf, iedereen. Ze doen het goed. Ik kan alleen maar van ze genieten. Ook in de Champions League zelf spelen. Aardig spel vind ik. Ook al zitten ze in zo'n zware pool. Ze doen het naar behoren toe, vind ik. En ja, in de competitie, het enige wat ik kan doen is genieten van de wedstrijd. Nu al 10 wedstrijden en alle 10 ongeslagen. Ja, wat kan je ervan zeggen? Het is perfect. Ja. Dan moet het doorgaan. En, ik hoor aan jou dat je het gewoon ontzettend mist. Jij mist het. Ik hoor het aan je. Ja, missen, natuurlijk missen. Je bent zo lang bij een club als PSV, heb je gespeeld en ja, je hebt zoveel vrienden gemaakt. Je mist zelf andere stafleden.
waar ik ook nog steeds een goede band mee heb, waar ik nog steeds mee goed praat. En ja, ja, tuurlijk, PSV blijft altijd in je hart. En zolang veel goede vrienden van je daar ook spelen, ja, tuurlijk blijft het ergens bij je hangen natuurlijk. Maar ja, je moet voor jezelf ook een keer een stap maken. En ja, ik ben gewoon nog nu blij waar ik nu ben. Dus ja. Ja, ik geniet, wat vind gewoon je? Alle, ik geniet gewoon van alle tweede kant van PSV en al vanuit natuurlijk. Dus ja. Ja, mooi om te horen. Wat vind je nou van de backs van PSV, Angelinho en Dumfries? Ja, tuurlijk. Ik kende ze al daarvoor. Vonden ze al goede spelers. En ze passen er perfect bij. Ze passen bij het spel van PSV. Je ziet zelf ook Angelinho die belangrijk is met zijn assisten. Dumfries zelf ook die belangrijk is met zijn assisten. Met zijn goal van het weekend ook. Dus ja. Ja, PSV heeft goede vervangers in huis gehaald. Ja. Ja. Had jij die concurrentie kunnen winnen, denk je, als je was gebleven? Ja, je moet altijd, jullie weten allemaal dat ik altijd zelfverzekerd ben, dus ik kan hier geen nee op zeggen, tuurlijk. Ik denk dit jaar zou mijn jaar tot ik alles zou spelen, denk ik wel bij PSV zijn geweest, ja. Dus ik zou wel mijn plekje hebben gepakt, nu dat Arias ook weg is gegaan. Dus, maar ja, zoals net als zei, PSV heeft goede vervangers in huis, dus daar ben ik blij mee. Hey, maar volgens mij zit je daar wel op je plek. Want je hebt die Pavel Kaderabek heb je er volgens mij uitgespeeld. Je staat in de basis volgens mij. Of jij is dat zeker? Ja, hier. Ik zeg eerlijk, met deze trainer niet zo zeker hier. Maar ja, als ik gewoon zo door blijf gaan. De minuten die ik krijg en belangrijk ben voor het team. Moet alles wel goed komen op zijn rijtje. Dus ja, blijf zo doorgaan. Leuk man. Ik wens je heel veel succes daar. Ja, en ja, ik hoop je nog eens een keer te spreken later in dit seizoen. Zeker, zeker, tuurlijk. Je krijgt de groeten van heel Eindhoven. En iedereen bij PSV. Ja, doe ook iedereen van mij de groeten terug. Wil je nog in speciaal aan iemand de groeten doen, dan is nu je kans, hè? Ja, gewoon het hele team. Vooral jongens in het bijzonder, als Steven en Isimat, Bart, Pablo allemaal. Jongens, blijf doorgaan, geniet van jullie. En ben trots op jullie. Blijf jullie volgen. Dankjewel, vriend. Alsjeblieft, man. Succes daar. Yo, ciao.